Dankjewel voor alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hallo, dit is In Gesprek met de allerlaatste aflevering. Met een hele bijzondere gast, Ad van der Heerik. De mensen zullen wel denken, jij bent toch altijd de man die de vragen stelt? Ik ben de man die de vragen stelt. Ja, het is voor mij ook een hele vreemde setting. Ja. Dat ik nu zelf geïnterviewd word. Nu moet je de antwoorden geven. Ja, in je eigen programma. En weet je waarom ik je trouwens hier op deze plek heb uitgenodigd? Ik heb wel zo'n vermoeden. Want jij bent, mag ik toch wel zeggen, de pionier van de formule zoals we dat nu op tv zien. De man achter de camera, de man, Fokko van der Straten. De man die alles in beeld brengt, mijn cameraman. Frank Peters, de toenmalig cameraman, collega van Fokko. Ja? En ik zaten met z'n drietjes in die oude studio op, daar bij de Spuiweg. Ja, ja, ja. En dan hadden we dat programma In Gesprek Met. En dan zaten we daar in een soort zolderkamer met rare gordijnen. En eigenlijk anderhalve camera. De ene deed het niet zo goed. En dan zaten we daar een beetje met mensen te praten. En het leek nergens naar. En toen zeiden we moeten naar buiten. Ja. Maar hoe? Ja. Met één camera. Ja, ik kan me herinneren dat jij nog toen zeg maar zenders geleend hebt. Ja. Of dat nou bij RTV Rijnmond was, weet ik niet helemaal zeker meer. Ja, klopt. En toen ging jij de allereerste uitzending maken op locatie. En dat was hier. En, want voorheen deden wij het in de studio en dat was vrij statisch. Ik weet nog wel, in die studio zat je eigenlijk... Ja. Pas op, Fokko, slat. In die studio zat je vrij dicht op elkaar. Als jij dan hier, staat hier en ik, en zat je eigenlijk zo face-to-face. Ja. En dat was echt voor heel veel gasten heel beklemmend. Ja, en het was ook helemaal niet leuk om naar te kijken. Want het zit mannetjes en vrouwtjes in een hokje. Ja. En we wilden naar buiten. En toen zeiden we gaan het gewoon een keer proberen. We gaan met één camera, één take heet dat dan. Hè? Ik bedoel, we zetten hem aan en alles wat er gebeurt, dat zenden we uit. Ja. Tot het moment dat je hem uitzet. Semi-live. Eigenlijk een soort semi-live. Ja. En de reden dat we het op deze manier deden is, ik zeg het maar gewoon plat, omdat het ontzettend goedkoop is. Het staat er binnen een kwartier op, hè, want zo lang duurt het In Gesprek Met. Ja. En wij hadden zoiets van, ja, dat moet met een interessante gast op een plek die ertoe doet. En hier, om precies te zijn, die wand hier, dat moest gesloopt worden, zei Andries Luchten. Ja. Het was 2005, volgens mij was het in mei, dat heb ik nog niet kunnen achterhalen. En Andries Luchten, de architect, die zei, als je dit slopen, dan kun je hier het nieuwe theater bouwen. Nee, het nieuwe kunstmin. Dat zou hier moeten verrijzen. Er was toen een hele discussie, dat is 11 jaar geleden alweer. En hier stond ik toen met Andries Luchten. Alleen er was een klein probleem toen we terugkwamen in de studio om die proefaflevering te bekijken. Hè, want we gingen een beetje wandelen. Toen stond die fontein hier te knetteren. En toen dachten we, wat horen we toch voor een rare ruis. Wat is er iets mis met het geluid? En het bleek, ja, stom als ik ben, een radioman. Dat was natuurlijk die fontein. We stonden te dicht bij die fontein. Maar goed, die hoofdredacteur die stapte binnen in ons hok. Want wij zaten kritisch die eerste proefuitzending te bekijken. En die riep gelijk enthousiast. Oh leuk, vanavond uitzenden. Ja, dat was Berenboom. En dat was de geboorte van In Gesprek Met buiten. Buiten. Ja, ik weet nog wel dat we in het begin gingen we er naar streven van. Moeten we een onderwerp hebben wat dan past bij de locatie waar we gaan filmen. He, bijvoorbeeld had je een onderwerp over kunstmin, nou, dat is makkelijk, hè? Dan ga je naar kunstmin toe. Ja. Maar had je het bijvoorbeeld over de economie, ja, ik zeg maar wat. Ja, dan lopen we langs waar winkels en bedrijven. Maar waar ga je dan filmen? En dat was in het begin nog wel eens heel erg moeilijk, dat we ons daar gingen focussen. De geschikte locatie vinden. Een geschikte locatie bij het onderwerp. Nou, vond ik het wandelen in het park vond ik ook nooit een straf voor. Nee, ik weet nog goed dat ik daar met Jörg Reimann, want je probeerde op een gegeven moment, kijk, toen wij naar buiten gingen, probeerde je ook zeg maar, bekende Nederlanders die de stad aandeden voor je camera te halen. En dat lukte af en toe. In 2007 was Jörg Reimann mijn eerste bekende Nederlander met een heel geanimeerd gesprek in Park Merwestein. Ik ben er toen uitgegaan aan een tijdje en jij bent er toen eigenlijk als presentator helemaal alleen gaan doen. Ja. Hoeveel heb je er gemaakt? Dat moeten er honderden zijn. Ja. Dat zijn er meer dan 700. Meer dan 700? Meer dan 700, ja. Tjonge, jij noemde net Jurgen Reimann. Ja. Zijn er nog mensen, gasten waarvan je zegt van ja, die is me altijd bijgebleven? Dat vond ik een bijzonder gesprek. Ja, ik kan me wel goed herinneren dat ik een gesprek had met Frans van Tongeren. Frans was ALS-patiënt. Ja. Hij zat in een scootmobiel. En dat we in de Biesbos gingen filmen bij de Viersprong. Ja.
toen had ik met hem in april 2006 had ik met hem een gesprek. In oktober dacht ik van ik ga er vervolg aan geven. Dat gebeurde overigens niet veel. Je zou kunnen zeggen dat was toen eigenlijk van niet in gesprek met, maar hoe is het nu met? Ja, ja, ja. Toen heb ik hem voor de tweede keer geïnterviewd. En dat waren heel aangrijpende gesprekken. En een maand na het interview is hij overleden. In zijn slaap. Vredig ingeslapen. Vredig ingeslapen. Dat is een gesprek wat had wel een hele grote impact op mij. En ja, Joop Teutenberg uiteraard. Hè, alle perikelen rondom het circus. Ja. Ik weet nog goed dat Fokko met een heel team daar dagelijks ging filmen. Ja, die heeft toen een serie gemaakt van het circusleven. En daar heeft RTW Dordrecht toch de prijs mee gewonnen, de Olom Award. Ja, ja. En terecht overigens. Maar even terug naar jou. Ja? 700 afleveringen. Een hele aangrijpende noem je net. Ja. Heb je ook wel eens een keer gehad dat je er niet uitkwam? Dat je dacht van, oh jee, ik loop vast. Of ik weet het niet meer. Of wat moet ik nou vragen? Ja. Het ultieme angstmoment. Ja, dat heb ik met, ik had een keer een meneer, ik weet niet hoe die heet. Dat ging over de dierendag in de Merwelanden. Ja. Daar had je zo'n, de dag van mens en dier. De dag van mens en dier. Ja, 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 ja. Met die dierenarts die je dat organiseerde. Ja, ik zou het niet meer weten. Maar in ieder geval, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, wat moet ik nu vragen? En daar liep ik echt wel vast. Je had niks met het onderwerp. Ik had niks met het onderwerp. En ik weet nog goed dat jij mij ooit tipte van, joh Ad, toen had ik het met jou over. En toen zei van, joh Ad, als het een onderwerp is wat niet bij je past, dan moet je het niet doen. Ja. En ik had voorheen de opvatting, ik moet alles doen. Ja, om alles kunnen. En ik moet alles kunnen. Ja. En niets is me te gek. En na die uitzending heb ik die tip te harte genomen. Ja. Dat ik dacht van, dit ga ik dus niet meer doen. Toen heb je aan de lijf ondervonden dat die tip misschien nog wel een hele goede was. Ja, inderdaad. Doe niets waar je niks mee hebt. Nou, toen dacht ik van eigenlijk, terugkijkend, van oh, ik heb me eigenlijk al onderwerpen gehad. Dat ik dacht van, ja, waarom heb ik het eigenlijk überhaupt behandeld? Heb je ook nooit, dat heb ik, als zie hem nou in onze ooghoek, zie hem lopen. Hè? Ja? Heb je ook nooit in al die 100 afleveringen gedacht, nou zie ik hem een keer achterover op zijn plaat gaan met die camera? Daar heb ik hem wel meerdere malen voor moeten waarschuwen. En ben ik op bepaalde momenten ook wel bang voor je geweest. Ik heb hem onder het richeltje van de haven heb ik hem zien gaan, dat ik dacht, het zal toch wel de ultieme ploeg zijn. Ik kan me goed herinneren, twee jaar geleden, dat was in 2014, tijdens de Sinterklaas intocht. Gingen wij op het pand staan van de stripwinkel Sjors. Daar stonden we boven op het dak. Ja. En dat is vrij hoog. Het lijkt niet hoog, maar geloof me, als je daar staat, is het vrij hoog. Je kijkt echt in de diepte. Ja, 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 ja. En daar staat Fokko op die hoek. Met een, op een regeltje van dit. Ja. En toen was ik echt bang van, joh, weet je, jij doet alles om het beste shot te krijgen, maar denk ook aan jezelf. Hij sterft in het harnas, dacht jij. Ik zag hem al een beetje vallen, ja. En de duif. De duif. Ja. Is er nog eentje waarvan je zegt van nou, als ik die nog eens open zou mogen doen? Of zeg je van nee, ik was achteraf altijd wel weer blij dat het er toch wel weer goed op stond. Of redelijk goed op stond. Of zeg je van nou, ja. Is er eentje, daar wil ik eigenlijk helemaal niet meer aan herinneren. Nee. Weet je, ik heb nergens meer spijt van. Nee? Het is gegaan zoals het is gegaan. Ja. En je hebt een bepaalde manier van interviewen. Ja. En ik heb altijd gezegd, mijn uitgangspunt is het respect voor de ander. Ja. Maar wat zie je dan, en wat zie je vooral bij politici, die vervallen automatisch in hun gedrag dat ze alleen maar wethouders zijn. Terwijl ik denk, van, ja, er schuilt ook een mens achter die wethouder. Jij was af en toe wat hoekig. En dan liet je duidelijk merken, ik kom niet voor de geouwe hoer. Ik wil gewoon even als mens, tot mens wil ik gewoon eens even horen hoe je er nou echt over denkt, over iets. En dan probeer je die mensen op mijn manier uit hun comfortzone te halen. Ja, maar zonder dat je ze daarbij voor gek zet of respectloos behandelt. Pauw Nieuws doet het, hè. Pauw Nieuws, Rutger, een hele bekende interviewer natuurlijk. Die dat noemen ze ook afzeiktelevisie, noemen ze dat. Ja. Die heeft premier Rutte een keer uit zijn evenwicht gebracht. Ja. Met de beroemde vragen en vanavond en gisteren nog geneukt. Ja. Dat gaat mij te ver. Dat gaat jou te ver. Nee, dat is iets, dat vind ik een grens over. Ja. Want dat vind ik respectloos. Ja. Want dan heb je zoiets van, joh, weet je, ik kan onbeschoft even zijn. Het maakt niet uit welke vraag je stelt. En dat heb jij van mij maar te pikken. Ja. Nou, zo werkt het niet, en zeker niet bij een lokale omroep. Maar ik probeer wel, probeerde, hè, want het is inmiddels allemaal verleden tijd. Ja. Ik probeerde altijd wel prikkelend te zijn. En om eigenlijk wat meer uit
degene te krijgen dan ze aanvankelijk van plan waren te vertellen. Ja, en dan trek je mensen uit hun comfortzone door ze misschien, ja, voor, dat de een noemt het respectloos en de ander zegt, ja, het is wel met respect, maar het is gewoon een maniertje. Nou, die discussie gaan we niet voeren. Je bent er wel uitgekeild. Want we hebben het er niet voor niks hierover. Je bent als vrijwilliger bij gewoon op straat gezet. Ja. Na 15 dat is naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie. Die uitzending heeft je genekt. Die heeft me genekt, ja. En ik heb inmiddels veel adhesiebetuigingen gehad van mensen die dat totaal niet snappen. Die zeggen van, we hebben het gekeken. Ik werd zelfs bij de kassa van de supermarkt gevraagd, hoe is het met je collega? Ja, nou, dat is allemaal zeer sympathiek en ik vind het ook al hartverwarmend met de reactie die ik heb gekregen. Maar inderdaad, die nieuwjaarsreceptie is zeg maar de druppel die de emmer deed overlopen bij mijn hoofdredacteur. Ja. En ik ga er zeker nog eens een keer met hem over praten. Dat lijkt me goed. Want ik denk dat je als hoofdredacteur moet kijken met de ogen van een hoofdredacteur. Dat is met andere woorden mediaogen. Ja, ja, ja. En niet dat je je persoonlijke norm gaat opleggen, want dan wordt het een heel eng gebeuren. Er is er één de baas, hè? Er is er één de baas. Die moet soms beslissingen nemen. Ja, maar wat ik dan wel wil zeggen is dat hij kan een beslissing nemen en dat ik moet het respecteren. Ja. Ik kan er niet tegen, ik kan er niks meer aan doen. Je kan niet in beroep. Maar dan verwacht ik wel van een bestuursvoorzitter, die ik zelf heb mogen interviewen 2 jaar geleden, ja. Kees den Bakker, dat als hij tegen mij zegt op camera, vrijwillig zijn is geen vrijblijvende zaak, maar wel een serieuze verplichting. Mm-hmm. Dat je dan niet met vrijwilligers omgaat door ze met een mailtje de laan uit te sturen. Dan had ik op zijn minst de kans moeten krijgen om mij te verdedigen en dat toe te lichten waarom dat programma zo is opgenomen. Dat had ik verwacht, maar goed, dat is niet anders. Misschien gebeurt het alsnog. Dat en een aantal mensen zeggen, laten we nog eens aan de tafel gaan zitten. Want staat de deur bij jou nog open? Mijn deur is niet helemaal op slot. Nou, wie weet. Als je de deur definitief slot gooit, dan staat hij ook niet meer op een kier en dan is het definitief. En ik denk van, je moet een deur altijd op een kier houden. Zo van, joh, misschien is er nog een opening te forceren. Misschien kunnen we ergens nog elkaar vinden. Misschien is het allemaal de emotie die op de voorgrond is getreden. En ja, niets menselijk is ons vreemd. We doen allemaal wel dingen dat we denken van, we krabben ons achter de oren van, nou ja. Maar ik vind nu op deze manier, zeg maar, te kapseizen, dat vind ik nog niet netjes. Ik zie iemand die is pijn gedaan. Ja. Ja. Ja, ik heb er wel heel veel moeite mee. Ik ook wel een beetje, want het is ik zei het nou, de allerlaatste aflevering van In Gesprek Met. Het programma stopt. Ja. Wil je nog iets zeggen tegen de kijkers? Ja, god, dat is heel erg moeilijk. Ik kan alleen maar zeggen, kijkers, dankjewel voor alle jaren die ik met jullie heb mogen doorbrengen. Dit is een einde van, het klinkt dan emotioneel, maar het einde valt toch wel van een tijdperk. Ik heb het al met veel plezier gedaan. Dankjewel voor alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ja, dat we dat ook het programma In Gesprek Met, zeg maar op deze manier, kapseis, dat doet me heel erg veel pijn. Thijs, dat is het enige wat ik wil zeggen. En ik geef je dat hand. Ik nog altijd hoop op de handreiking. Namens alle kijkers, van harte bedankt. Ja, voor vele jaren. Jij ook bedankt voor de 700 keer In Gesprek Met. Maar jij ook bedankt voor de samenwerking. Het ga je goed. Het ga je goed. En mag ik nog wel tegen de kijkers zeggen? Dit was dan voor de laatste keer In Gesprek Met. Het gaat u goed. Dankjewel, Thijs. Tot ziens.